Evenementen kampen massaal met een tekort aan vrijwillige verkeersregelaars. Onbegrijpelijk, vindt Frank uit Wiegen. Ja, dat is gewoon keimooi. En als er mensen zijn die dan geen zin hebben om vrijwilligers te zijn, ja, dan houdt het op. Ook voor evenementen, alles. Verder in de nieuws vandaag, Lindholt verbindt buurtbewoners met festival. En we kijken vooruit naar de laatste wedstrijd van dit seizoen van NEC. Evenementen in de regio luiden de noodklok. Er is een schrijnend tekort aan vrijwilligers op het gebied van verkeersregelaars. Vooral bij diverse avondvierdaagses die in deze periode weer massaal plaatsvinden, komt men verkeersregelaars tekort. Het is belangrijk om voldoende personeel hiervoor te vinden, want zonder voldoende bezetting komt de doorgang van het evenement in gevaar. Frank uit Wiegen is al jarenlang vrijwillig verkeersregelaar. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig animo voor dit werk is. Ja, dat is een hele sterke afname. Sommige mensen willen geen verkeer regelen omdat ze op straat moeten staan. En sommigen zijn dan ook een beetje bang dat ze misschien aangereden worden. Er zijn mensen in Nederland die aangereden zijn, zoals het geval IKEA. En sommige mensen zijn ook bang dat ze niet verzekerd zijn. Maar bij elke organisatie waar je verkeersregel regelt, dan ben je verzekerd. Dus dan hoef je eigenlijk niet bang te zijn. En het gaat ook om, je krijgt ook bij alle evenementen een lunchpakketje, een briefing, drinken, zoveel als je maar wilt. Frank vindt dat verkeersregelaars een onmisbare bijdrage leveren. Ja, als je vrijwilliger wilt zijn, ja, dat is gewoon keimooi. En als er mensen zijn die dan geen zin hebben om vrijwilligers te zijn, ja, dan houdt het op. Ook voor evenementen, alles. Met vrijwilligers, dan moet je het opbouwen. Met een waslijst aan vrijwilligerswerk dat voor een groot deel bestaat uit verkeer regelen, is hij niet onopgemerkt gebleven. Ik heb in januari de zilveren draagspout gekregen en een oorkonde erbij. En ja, daar ben ik gewoon trots op. Ik ben 20 jaar vrijwilliger voor de gemeente Wiegen. En ik doe het nog steeds met hart en nieren. Mm-hmm. Ja, ik ben gewoon niet weg te slaan hier. Al ruim 15 jaar staat hij met plezier op het wegdek. En daarmee kan hij ook andere mensen in dit vak wegwijs maken. Er komt namelijk veel bij kijken. Zo moet je als regelaar een goed overzicht kunnen bewaren, duidelijke aanwijzingen kunnen geven en de verkeerssituatie haarfijn in kunnen schatten. Maar gelukkig krijg je alle nodige lessen zodra je je voor dit werk inschrijft bij de gemeente. Dus ik zou zeggen, mensen, hebben jullie zin in verkeersregelen? Doe het, hè. Dat is goed voor vrijwilligerswerk, goed voor de evenementen. En de gemeente is er blij mee. En ja, we krijgen die vierdaagse weer over de straat heen. En hoe meer vrijwilligers, hoe veiliger het wordt. Boksen, stijldansen, knutselen of gewoon een praatje maken met de buurt. In de wijk Zellersakker in Nijmegen-Lindholt werd donderdagavond de tweede editie van het Ontmoetfestival georganiseerd. Er was van alles te doen voor jong en oud, maar uiteindelijk heeft het allemaal maar één doel. Mensen elkaar laten ontmoeten. Mensen hebben te weinig oog voor elkaar en wij willen meer verbinding in de wijk. Mensen die elkaar gaan leren kennen. Juist om elkaar even te groeten als je elkaar tegenkomt in de supermarkt. En dat vinden we een heel belangrijk project. Het Ontmoetfestival trok veel bezoekers. Er werden meerdere activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Nou, hier heb je sowieso al een mooie entree met hartenwensen die je hier kan invullen. Er zijn allemaal verschillende workshops die starten. Hier om het hoekje zeg maar, hebben we boksen inderdaad, krijgen we een boksenworkshop. We hebben dadelijk salsa dansen wat gaat starten. We hebben bij Deel de Dag hebben een onderdeel waar ouderen wat kunnen gaan bewegen. We hebben een Jeu de Boelbaan. De organisatie wil graag meer doen voor de wijk Lindholt. Daarom hebben ze de zogenoemde wensharten gemaakt. Maar op het hartje kun je een wens voor de wijk schrijven. Goh, wat zou ik graag willen zien of georganiseerd willen hebben. En als ze die hebben, kunnen ze die invullen en op het bord hangen wat we binnen hebben staan. En we gaan dan zorgen dat al die wensen in vervulling gaan komen. Ook is er een workshop waarvan je hart sneller gaat kloppen. Liefdesbrieven aan jezelf. Ja. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, we gaan eerst een kort verhaal met elkaar lezen en dan waarin een beetje verteld wordt over liefdesbrieven en
En wat dat betekent voor elkaar. Daarna gaan we met elkaar erover praten. Van, heb je zelf wel eens liefdesbrieven ontvangen? En wat staat er dan allemaal in? Is dat niet ontzettend ouderwets? Nou, ik denk dat het dichterbij de hele tijd ligt dan mensen denken. Want mensen sturen eigenlijk constant hele korte liefdesbrieven naar elkaar. Via bijvoorbeeld WhatsApp, ja, via Facebook. Er konden broodjes worden gebakken boven een kampvuur. Er werd geknutseld en geschilderd. Kinderen konden FIFA spelen op een PlayStation. En Een postkast aanmaken. Oké, okay, en wat is dat? Elkaar eigenlijk een soort van verhaaltje vertellen of elkaar interviewen. Heeft u dit vaker gedaan, mevrouw? Ik heb dit wel vaker gedaan. Ik vind het zelf leuk om creatief bezig te zijn met van alles en nog wat. Schilderen met acryl word ik altijd vrolijk van. En ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. En dan hoorde ik dat ze daar iets gaan doen met bladgoud. Maar ze zei, je moet eerst een achtergrond maken. Dus dat doe ik nu. Nou, ik ben aan het tekenen voor mijn moeder. En wat is dit eigenlijk? Dat is een steen. En dan kan je dan gewoon hier bij het werkatelier kan je daar dan op tekenen. En dat heb ik voor mijn moeder gemaakt, want die is over 2 dagen jarig. Maar de grootste vraag van de avond, leeft Lindeholt? Lindeholt leeft zeker. En het is alleen maar mooi met die hartenwensen om alles binnen te halen wat mensen voor wensen hebben. En om die in de vervulling te laten gaan. Zondag speelt NEC de laatste wedstrijd van het seizoen. De play-offs zijn niet meer haalbaar, maar toch wordt er nog ergens voor gespeeld. Zo bij Demir. Tot voor kort stond de Nijmeegse wijk Langvorst niet best bekend. Een aantal incidenten leidden 2 jaar geleden zelfs tot een dodelijke schietpartij. Maar met een flinke renovatie wil Nijmegen de wijk weer leefbaar maken. Onder andere door het ombouwen van garages naar werkplekken, zodat de kapper en de fietsenmaker weer om de hoek zitten en er een beetje sociale controle is. De provincie Gelderland heeft €500.000 bijgedragen aan het project. Druten heeft een nieuwe bankcadeau gekregen van Klokgroep. De bank staat op de Waalbanddijk en is gekleurd in de kleuren van de regenboog. Het is niet een bank die je overal ziet staan, want deze is gemaakt van een windmolenwiek. De bankje werd in september vorig jaar geschonken aan de gemeente en de inwoners ter ere van het 100-jarig jubileum van Klokgroep. Nu is deze geplaatst op de Waalbanddijk. Morris, een graffiti-artiest, heeft de bank in regenboogkleuren gespoten. Ja, het Pinksterweekend staat weer voor de deur. Barend de Gooiert legt uit wat we deze dagen ook alweer vieren. Jezus is met hemelvaart opgenomen in de cloud, hebben we net gezien. Met Pinksteren krijgen de volgelingen de inloggegevens, zodat ze bij Jezus en zijn boodschap kunnen komen. En met Pinksteren dan zijn ze bij elkaar. Ze krijgen de Heilige Geest. Dat is te zien doordat zij van alles kunnen vertellen en praten en weten ook de boodschap van Jezus te brengen in de wereld. Ze doen dat eerst in Jeruzalem. Daarna gaat dat verder buiten Jeruzalem via Syrië, Turkije, ook naar Europa. En op die manier verspreidt zich zo het christendom. Daarom noemen we Pinksteren ook wel eens de verjaardag van de kerk. En dan de socials. Studentenmagazine Fox laat via Instagram weten hoeveel geld er inmiddels is opgehaald met de RAG-week. De RAG-week is een week waarin studenten zich massaal inzetten voor het goede doel. Dit jaar vond deze week medio april plaats. De teller van het opgehaalde geld staat inmiddels op bijna €56.000. Voorzitter Jérôme den Rooyen zegt er geen woorden voor te hebben. Ja, en de gemeente Nijmegen meldt op Facebook dat zij donderdagavond samen met de politie een grote controle hielden rondom station Nijmegen. Er werd hierbij gecontroleerd op overlast en overtredingen. Er zijn totaal 51 bekeuringen uitgedeeld, onder andere voor reizen zonder geldig vervoersbewijs, over toegangspoortjes heen springen of rijden op de busbaan. De gemeente laat ook weten dat dit soort acties vaker zullen plaatsvinden. Ja, en dan sport, want zondag speelt NEC alweer de laatste wedstrijd van dit seizoen in Sittard tegen Fortuna Sittard. NEC speelt eigenlijk nergens meer om. Playoffs zijn niet gehaald en ze zijn veilig. Toch kan NEC nog plek 9 pakken en daar willen ze uiteraard ook voor gaan. Daarnaast nemen heel wat spelers afscheid en moet de trainer ook nog eens een keer door de schorsing van Schöne en Proper iets anders op het middenveld. Een van die spelers die afscheid neemt is reservekeeper Matthijs Brandenhorst. Mag hij dan zijn laatste wedstrijd keepen in plaats van Jasper Sillissen? Ja, superleuk. Ik heb natuurlijk afgelopen zondag al een afscheid gehad buiten de lijnen. En stiekem hoopte ik nog wel op een afscheid binnen de lijnen.
En helaas is het geen thuiswedstrijd, helaas is het een uitwedstrijd. Maar goed, eigenlijk voelen de uitwedstrijden dit jaar voor NEC ook wel een beetje als een thuiswedstrijd. Want het publiek is altijd goed hoorbaar. En volgens mij is bijna elke uitwedstrijd ook uitverkocht. Dus ik vind het leuk om op die manier tijdperk NEC op deze manier af te sluiten binnen de lijnen. Ja, het is wel mooi. Ja, je hoorde hem net al. OEA Brandenworst, dat hebben we dit seizoen heel vaak gehoord. Wel bijzonder denk ik voor tweede keeper als je op de bank zit en je naam wordt de hele tijd gescandeerd. Ja, dat was wel, bijzonder inderdaad. Ik denk een hele goede band met de supporters opgebouwd in de afgelopen jaren. Op het begin was het nog wat minder, maar eigenlijk in het jaar van de Eredivisie, toen werd dat eigenlijk beter en beter. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik thuis tegen Ajax die penalty pak. En ik heb nog nooit zoveel lawaai en geluid gehoord. Dus dat was wel het moment dat ik dacht van oké, wauw, dit is wel bijzonder. En dat is eigenlijk vanaf dat moment een beetje een wekelijks dingetje geworden. Er zijn steeds meer liedjes gekomen voor spelers. Wat ik een heel goed dingetje vind. Een goede vooruitgang. Je merkt ook wat het doet qua sfeer in het stadion. En het is ook als speler is het gewoon leuk om een eigen liedje te hebben. Ja, dan het weer. Het Pinksterweekend staat voor de deur. En als het aan het weer ligt, wordt het een best aardig weekend. Net als vandaag zal de zon de hele weekend wel volop te zien zijn. Is er geen regen. Temperaturen gaan ook zelf nog wat omhoog. Morgen wordt het al 21 graden. Zondag gaat het kwik verder stijgen naar 23 graden. Maandag op tweede Pinksterdag zit er even een klein dipje in de temperatuur vanwege de koude luchtstroom die over het land heen trekt. Het wordt dan lokaal zo'n 20 graden. De dagen na merken we direct weer van een comeback van het mooie weer. Het wordt dagelijks dan tussen de 22 en 24 graden. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Nu kun je kijken naar een nieuwe NEC-update en natuurlijk het filmprogramma Nu in de Bios. Maandagavond kun je kijken naar een speciale uitzending die RN7 maakte over de grote verandering in het dorp Zetten. En dinsdag zijn we weer terug met een nieuw RN7 Regio Nieuws. In de tussentijd, het laatste nieuws volg je natuurlijk via onze website rn7.nl. Allemaal een heel goed weekend.